Hey, vandaag in Insider, dat is toch nog een vraag van de luisteraars. Komt weer terug? Het programma met Johan Derksen. Komt weer terug? Ja. En wie had dat ook weer voorspeld vorige week? Had jij dat gezegd? Ja. Ja, maar... Ik weet, dan moet ik het terugluisteren. Dat zou kunnen. Luister het even terug. Dan zul je zien dat ik ten aanzien van Poetin misschien gelijk had. Maar bij VI had ik compleet gelijk. Natuurlijk komt het weer terug. Het verlossen. Kunt u mij horen? Poetin had ook nog beleidsmatig iets, hè, op 9 mei. Heb je dat gehoord nog? Nee, wat had hij? Nou, over die Russen die natuurlijk doodgeschoten zijn en terugkomen. Dan ging hij de familie van die mensen ging die hulp aanbieden. Dus met psychologen praten. Ik zou zeggen, dat is zo vanzelfsprekend. Dat als hij nu hulp aanbiedt, betekent dus dat die hulp eerder niet bestond. Ik hoop wel dat ze normale ook uitkeringen krijgen. En die lui die gesneuveld zijn. Maar dat was natuurlijk tot nu toe, hij heeft natuurlijk iedere keer een beetje kunnen verbloemen dat er zoveel slachtoffers natuurlijk vielen aan Russische zijde. Maar ja, dat zal voor hem het probleem zijn. Zo is natuurlijk ook het drama van Afghanistan, waar ze natuurlijk in december 1979 hebben geïnterveneerd, 10 jaar lang een losing, hoe moet je dat zeggen, een verliezende strijd hebben gevoerd in alle opzichten. En dat is een heel belangrijke bijdrage geweest tot de uiteindelijke ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ja, wie weet wat voor effecten dat nu gaat hebben. Ja, dat is ook de reden waarschijnlijk dat hij op 9 mei dus niet heeft gedaan wat allerlei deskundigen voorspeld hadden. Namelijk dat hij zou zeggen het is toch oorlog geworden en we gaan nieuwe lichtingen van dienstplichtig oproepen. Ja, maar daar heeft hij waarschijnlijk heel veel moeite mee, want niemand is gemotiveerd. Nee, dat zal hem niet populair maken, dat begrijp je wel. Zo lang is Afghanistan ook weer niet geleden, dus dat... De herinnering daaraan zal bij een wat oudere generatie nog volledig aanwezig zijn. Ja, Russische troepen worden in Oekraïne ook wat teruggedrongen, hè? Onder andere bij Kharkov. Nou, het gaat niet goed, dat is wel duidelijk, ja. Ja. Dus is dat een teken aan de wand, denk je? Want in Kiev hebben we dat soort geluiden eerder. Laten we het hopen, want we gaan natuurlijk ook het Oekraïnse leger moet enorme verliezen te verwerken hebben. En is uiteindelijk noodzakelijkerwijs kleiner dan het Russische leger. Ze worden nu goed geholpen. Ik denk ze zeggen, help ze zoveel mogelijk. Ze doen het, ze gebruiken het materiaal wat ze hebben op een uiterst effectieve manier. Wat je van de Russen dus niet kunt zeggen. Dus ja, laten we hopen dat het uitdraait op, nou, maximaal misschien toch een soort van overwinning. Of in zoverre je daar überhaupt van spreken kunt. Ik denk niet dat het Oekraïnse leger erin zal slagen om, laten we zeggen, ook in die oostelijke kant, in die Donbass, om ze eruit te jagen, ook niet van Krim, schat ik zo. Dus er zal ergens wel weer een heel vervelend compromis gesloten moeten worden. Maar je moet natuurlijk vooral op langere termijn moet je zien te vermijden dat Poetin nu misschien tot een akkoord komt. En dan over 5 jaar gaan we overnieuw beginnen. Als hij er dan nog zit, natuurlijk. Nou ja, hij is 69 en hij maakt een vrij vieve indruk. Hoewel je allemaal van die waarnemers hebt die zeggen dat hij een verschrikkelijke ziekte heeft. Nou, ik moet zeggen dat hij voor een man van beide 70 vond ik dat hij er eigenlijk heel redelijk uitzag. Ja. Beetje opgepoetst, maar goed, daar wordt wel voor gezorgd, denk ik. Parkinson, zeiden ze, zou die hebben. Ja, dat heb ik ook. Omdat hij die tafel vasthield in die speech. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Dat is net als de psychoanalyse van buitenlandse staatshoofden. Daar zou ik niet veel voor geven. Nee. Behalve als je zijn eigen arts kunt raadplegen. We hebben intussen hier in Nederland natuurlijk Ter Apel, hè, met de vluchtelingen die daar... Dat is ook een van de raadselachtigste dingen in Nederland. Dat elke keer weer hebben we dat drama met die AZC's dat er weer te weinig plaatsen zijn. Ja. En dan neemt de immigratie weer af en dan wordt alles wegbezuinigd. En het gevolg is dat de blijkbare flexibiliteit van het apparaat niet zo is dat het gemakkelijk weer opgeschaald kan worden. Dat is toch gewoon incompetent. En bovendien beschamend incompetent. Ja, ook zoiets waar je denkt van, hup, stop er wat meer geld in. Nederland blijft een immigratieland, daar kun je kort over piepen, lang over piepen, maar dat zal niet wezenlijk veranderen. Trouwens een heleboel van die, gesteld dat de Oekraïne het goed blijft doen, en er komt een soort deal, dan mag je aannemen dat veel van die Oekraïners weer teruggaan. Ik begreep trouwens dat de hogescholen allemaal moeiteloos hier aan het werk komen. Zodra ze een mondje Engels spreken, dan gaat dat wel natuurlijk. En wij spreken ook allemaal een mondje Engels, steenkolen Engels, maar niet altijd voorkomen terecht. Maar ze slapen daar dus buiten, hè? Onder het is schandelijk. Ja. Anders kan ik het niet beschrijven. Het is schandelijk.
ook zoiets dat zo'n regering. Zo, doe wat. He, dat moet toch ook efficiënter en grootschalig. Het is allemaal zo gepruts. Het is een hopelen. Neem die kinderen, die uit huis geplaatste kinderen. Natuurlijk zijn die ouders zelf en vertrokken uit de kamer. Dat zou ik ook hebben gedaan. Ook weer zo'n. Ja, toen staan we nog. Ze hadden het dan niet zo goed onder de knieën. Er moest nog even geduld geoefend worden. Er moet bij Rutte altijd en eeuwig eindeloos geduld geoefend worden. Je denkt wel eens, hij kan niks. Of althans, steeds schiet het uitvoerend apparaat van de Nederlandse overheid op teleurstellende wijze tekort. En dan lees ik ook nog in de kwaliteitskrant dat het ministerie van Volksgezondheid allerlei problemen had bij de uitbreiding van de IC-capaciteit. Terwijl we 2,5 jaar op IC-capaciteit, het beleid werd gestuurd op IC-capaciteit. Wat is dit voor onzin? Je vraagt je wel eens af hoe het achter de schermen naartoe gaat. Ik moet me niet zo opwinden natuurlijk. Het is allemaal volkomen nutteloos. Ja, maar ja, als je dit eens hoort, denk je, hoe gaat het achter de schermen daar? Bij de ploeg van Rutte. Nou, ik weet het niet. Geen idee. In ieder geval, ja, het is zo'n grote ploeg. Voordat ze dat gehoord hebben, zijn ze ook weer 3 maanden verder. Ja, maar het is misschien ook wel onervarenheid. Nee, dat denk ik niet. Dit is toch langzamerhand een vrij evident patroon dat de overheid overal daar waar problemen zijn, frictie is, de capaciteit te klein is, niet in staat is tot adequaat reageren. Ja. Ze zouden eigenlijk een ministerie van paniek moeten organiseren, wat in dit soort van gevallen ook weet op te treden en direct met extra tenten en van die blauwe wc'tjes komt. Ja. Dat zou je moeten hebben. Ja. Ja, jeugd. Maar het gevaar is natuurlijk hetzelfde als van het fameuze in Italië, waar de bureaucratie nog veel erger is dan hier. Ik heb wel eens een stuk gelezen hoe je in Italië aan een rijbewijs komt. Nou, dat is ronduit verbijsterend, kan niet anders zeggen. Hoe gaat het dan? Is het te koop? Nou, dat is zo ongelooflijk ingewikkeld. Vroeger moest je in Nederland ook eerst naar de ANWB en dan naar de gemeente. Dat hebben ze toch. Ten slotte is dat opgedoekt, die verschrikkelijke onzin. Maar goed, in Italië hadden ze het besluit genomen, ze zouden een ministerie oprichten, een antibureaucratisch ministerie, wat zich alleen bezig zou houden met de strijd tegen de bureaucratie. Je begrijpt hoe dit is afgelopen. Dat ministerie bleek ook een volkomen ondoorzichtige en sterk groeiende bureaucratie, die nooit iets van betekenis heeft, tot stand heeft kunnen brengen. Ja. Bijvoorbeeld ook met rijbewijzen. Waarom staat er bijvoorbeeld op dat het 10 jaar geldig is? Je zou ook kunnen zeggen, nou maak dat 20 jaar van. Nou, dat zou natuurlijk in een geval als het mijne, vind ik het niet gek dat bejaarden, dat die met enige regelmaat gekeurd worden op hun geschiktheid om nog een automobiel te besturen. Ik lees met enige regelmaat in de krant dat een 95-jarige bestuurder van een Mercedes met relatief grote snelheid een woonkamer is binnengereden, hè? Dus ja, ik zou zeggen, nee, laat ik dat verhaal nog maar niet vertellen. Nee, ik heb ook zo'n rijbewijs, toen ik 70 was, denk ik 10 jaar verleend of zo. Vroeger was het 5 jaar, maar ik vind het onredelijk dat ik op mijn 80ste nog eens gekeurd word. Nee, snap ik, in jouw leeftijd niet, maar jongere mensen. Ja, daar zou je kunnen zeggen, hup, hè. Doe dat. Ja, behalve in het geval dat ze voortdurend incidenten veroorzaken. Ja, maar daar hebben we een puntensysteem voor, waarmee je gestraft wordt. Ja, werkt dat goed, dat puntensysteem? Nee, ik heb er nooit iets van mee te maken gehad. Nee, ik ook niet. Maar het is natuurlijk ook een inkomstenbron voor de overheid, want je moet iedere keer weer een paar tientjes betalen. Ik weet niet of dat gezien de duur van het, als je het moet verlengen, hoe lang dat niet duurt. Ik had natuurlijk dat keuringsprobleem, hè. Ook weer zoiets wat ze niet op orde hadden, wat jarenlang gesleept heeft. Niet waar, waardoor ik 4 maanden lang geen rijbewijs had. Wat was het keuringsprobleem dan? Je reed te langzaam? Nee, er was geen plaats of het werkte niet goed. Of het moest erop wachten in ieder geval. Okay. Nee, de keuring zelf die ging prima. Je moet een huisarts nemen die niet jouw eigen huisarts is. Dat was een door en door sympathieke man en die zei op een goed moment van, nou meneer Vossen, u ziet niet veel meer, maar ik keur u wel goed, maar u moet er wel iets aan laten doen. Dat was die staar. Ja, en je weet, daar heb ik iets aan laten doen. Nu heb ik 2 nieuwe lenzen en ik heb een adelaarsblik van, heb ik jou daar. Ja, en je voelt je ook nog veilig op de weg, als je rijdt. Ik rijd in ieder geval een stuk minder goed, vind ik zelf, dan, laten we zeggen, toen ik 30 was. Toen had ik de neiging wel wat scherp te rijden, maar ik was een betere chauffeur dan nu. Ik voel me onzekerder
in het verkeer. Van die totaal onoverzichtelijke kruispunten. En voor ik dan in het snotje heb hoe het precies moet, ben ik door rood gereden. Ja, dat gebeurt. Oké, okay, maar je rijdt wel nog. Het is niet zo dat je zegt... Dat is eenvoudige ritten bij daglicht, dat doe ik nog. Maar goed, ben ik opgetreden in... gisteren in Schiedam en gisteren was het in Amstelveen. Dan laat ik me rijden, ja. Als je dan om 11 uur klaar bent, dan ga ik niet nog eens een keer... Ik ben laatst notabene. Vindt men dit nog interessant om met deze rare, toch niet dat ze veel ter zake doen, de klachten te luisteren. Maar goed, laat ik het vertellen. Je kunt het er altijd uitknippen, ze kunnen doorspoelen. Kan altijd, hè? Je kunt er altijd... Ja, zeker. Hartstikke. Ik denk dat iedereen nu al in slaap gevallen is en dan zetten ze het morgen vroeger. Oh, dat is waar. Iedereen is al in slaap. Nou, ja. Goed, dan kunnen ze rustig storen of ze ook niet verder in de slaap. Ik moest een lezing houden bij TNO in Den Haag. Ik had uitgebreid gebeld. Is er parkeermogelijkheid? Volgens mij heb ik het al verteld, maar ik kan nooit kwaad het nog eens een keer te vertellen. En toen zag ik op de heenweg al dat de Utrechtse baan, althans van west naar oost, dat die dicht was. Met geasfalteerd of ik weet niet precies wat ze daar deden. Dat betekent dus dat ik bij TNO weliswaar heel luxueus kon parkeren. Dat wel, dank u wel. Allemaal prachtige hekken en zo, camera's, ik weet dan niet wat. Maar ja, het bleek er wel dat ik via een hele andere weg Den Haag uit moest. Dat heb ik geweten. Dat heb ik geweten, zeg. Wat een totale chaos. Ik weet niet hoe lang ik erover heb gedaan. Ik moet zeggen, ik startte om 4:15 of zo. En ik geloof dat ik 3 kwartier bezig ben geweest. Er bleken 3 tunnels te zijn waarvan ik het bestaan helemaal niet kende. Het was 1 immense chaos. We hebben eindeloos stilgestaan. Den Haag uit in noordelijke richting. Het leek goddomme Leiden wel. Ook zo'n chaos, hè. Voordat je aan de rand van Leiden bent, heb je evenveel tijd gebruikt als je vervolgens nodig hebt om van de rand van Leiden naar Utrecht te rijden. Leiden. Wat een plaats is dat ook. Sympathiek hoor, historisch gezien. Leuke musea, maar qua verkeer is het helemaal niks. We hebben daar veel reacties op gekregen, hè, van luisteraars. Die zeggen, dat is automobilistje pesten daar in Leiden, door de gemeente. Oh, dat doen ze expres. Met de stoplichten en dergelijke. Het staat overal een stoplicht. Je weet dat ik in Amsterdam al helemaal nooit meer ga met de auto. Ja, maar dan rijdt het wel beter door dan in Leiden. Ja, maar daar heeft het... Amsterdam doet het meeste denken aan... Ik heb, zoals je weet, een aantal maanden in Manhattan gewoond. Om redenen die ons nu te ver zouden voeren. En dat is heel interessant. In Manhattan kun je eigenlijk vrijwel altijd rijden. Het beweegt eigenlijk altijd in Manhattan. Alleen, wat je er niet bij weet, is dat je er niet kunt parkeren. Ik weet wel dat ik had een auto gehuurd en tenslotte kwam ik weer terug. Daar had ik een rit. En ja, ik kon het ding nergens kwijt. Dus ik heb hem gewoon maar iets eerder geretourneerd aan het verhuurbedrijf. Want daar kon ik hem wel kwijt. En dat is eigenlijk het probleem wat Amsterdam ook gekeerd heeft. Ja, je kunt daar rijden. Maar je kunt er nergens parkeren. Ik zou niet weten waar. Nou, sommige panden. Ieder pand heeft... Er is daar een parkeergarage. Oké, dus daar kan ik wel in. Die was vol. Dan houdt het ook een beetje op, toch? Ja, maar er zijn heel veel panden die wel een parking hebben. Onder, ja, daar moet je dan een ton voor betalen of zo. Dan kun je een parkeerplaats kopen. Ik was laatst bij NRC aan het Rokin. Daar hebben we een prachtige garage daaronder. Wel heel smal, klein, maar je kunt er goed parkeren. Smal en klein, ik hoor het al. Ja. Dat je sowieso weer 23 van die strepen aan de zijkanten van je auto hebt. Ja, met stoplichten. Van die bochten waar je twee keer moet steken voordat je zon bent. Ja, ja. En een stoplicht. Ik haat parkeergarages. Niet voor niks worden tegenwoordig in al die detective series wordt iedereen vermoord in een parkeergarage. Hè? Lekker. Het is heel luguber. Parkeergarages zijn lugubere plaatsen. In feite is de parkeergarage is eigenlijk de... Hoe is het ook weer? De 7e verdieping van de hel. Maar je kunt er wel dus parkeren, als je er eentje hebt. Ja, als je bij de NRC moet zijn. Maar als ik helemaal niet bij de NRC moet zijn, maar voor jou heb gehoord dat ze daar een fijne parkeergarage hebben, al zijn de bochten dan wat kort. En ik rijd erin en ik zeg, ja god, ik heb gehoord dat je hier kunt parkeren, dan mag ik er niet in. Hè? Nee, je moet wel aangemeld zijn. Ja, precies. Je moet een dedicated bezoeker zijn. Maar als je daar heb je verder geen zak aan. Als je naar een ander bedrijf gaat, dan zeg je, hey, regel een parkeerplaats voor me en dan kun je daar ook parkeren. Nou ja, daar bel ik altijd, is een parkeerplaats? En zo niet, dan ga ik per taxi en dat wordt dan betaald door degene die me laat komen. Ja, dat is nog makkelijker. Dat is waar. Ja, godzijdank, is dat mogelijk? Is dat met het openbaar vervoer moet als bejaarde?
Hè? Ja. De treinen worden verkort vanwege personeelstekorten, heb ik begrepen. Conducteurs, ja, die er niet zijn. Conducteurs, nou. Te weinig conducteurs. Goed, laten we ons daar nou verder niet. Ik heb het openbaar vervoer afgeschreven en zo blijft het. In Leiden moeten ze eigenlijk allemaal rotondes maken. Ik denk dat het dan beter doorrijdt. Ik heb geen idee. Ik zie Leiden als een hopeloos geval. Ja. Of een tunnel gewoon ergens onderdoor. Jawel, maar dan kom je natuurlijk op het niveau dat het zou dan niet best zijn om heel West-Nederland te ondertunnelen. Nou ja, in Maastricht hebben ze een tunnel onder de stad gemaakt. Dat werkt heel goed. Ja, weet je hoe lang dat geduurd heeft? Ja, tientallen jaren. Dat is begonnen in de Romeinse tijd en dat is vrij recent voltooid. De Willem-Alexander-tunnel heet het. Oh, dat nog. Ja. Dat is al een heel jamie. Nee. Ja, arme Willem-Alexander, arme tunnel. Het is een gezellig paar in ieder geval, laten we het zo zeggen. Ja, maar Eindhoven zou ook een mooie tunnel onderdoor gemaakt kunnen worden. Ja, die randweg is ook afschuwelijk, die is ook nog vrij nieuw. God, ik ben in Eindhoven eigenlijk alleen geweest op plekken waar je min of meer normaal kunt parkeren, omdat ik daar de familie bezocht. Oh ja, ja. Hey, vandaag Insider, dat is toch nog een vraag van de luisteraars, komt weer terug. Het programma met Johan Derksen. Komt weer terug. Ja. Wie had dat ook weer voorspeld vorige week? Had jij dat gezegd? Ja. Ja, maar... Ik weet nog, moet ik het terugluisteren. Maar dat zou kunnen. Luister het even terug. Dan zul je zien dat ik ten aanzien van Poetin misschien gelijk had. Maar bij VI had ik compleet gelijk. Natuurlijk komt het weer terug. Ja. Het lag natuurlijk ontzettend voor de hand. Het lag net zo voor de hand als dat Poetin het niet zou doen. Maar die deed het wel. Als hij natuurlijk John de Mol een klein beetje principes had, zou het niet terugkomen. We kunnen het hele programma, met name die grijp, kunnen we missen als kiespijn. Maar goed, het komt terug. Nogmaals, ik had niet anders verwacht. Ik kijk er nooit naar, dus ik zit er ook niet zo mee. Ja, wel kijk, televisie, daar kun je enorm aan ergeren. Maar laten we eerlijk zijn, je hoeft er helemaal niet naar te kijken. Nee, de meest bekeken talkshow hè, van dat land. Ja, dat is tegenwoordig niet zo verschrikkelijk moeilijk, zoals je weet. Hè? Omdat die talkshows natuurlijk allemaal eigenlijk vrij collectief weggezakt zijn op de top 25. Ja. Ja, zeggen mensen ook wel dat het door COVID komt, hè? Dat er zoveel over gepraat werd dat mensen er helemaal moe van zijn. Dat ze nu liever een Netflix-serie kijken. Ja, ik zou zeggen, wilt u iets weten over politiek, over maatschappelijke ontwikkelingen, over de structuur van de Nederlandse overheid, lees een fatsoenlijke krant. U heeft geen flikker aan die talkshows, niks. Ja. Het gaat meestal over het liedje van het Songfestival, dat was nu ook weer... Ik heb nu pas begrepen dat S10, dat meisje dat die Stien heet. Als ik echt, jongen, dat je ook denkt, nu ik dat weet, kijk ik er heel anders tegenaan. Nee, als je echt iets wil weten, moet je iets lezen. Songfestival, is dat iets wat je, lees je die berichtjes in de kranten of sla je dat over? Nee, kijk, overslaan, dat is al veel te positief geformuleerd, omdat je het niet kunt overslaan, omdat je... Ja, als je de televisie aanzet, komt het meteen. Want vaak start het journaal, heeft er ook helemaal geen problemen mee om het vol te stoppen met dat Songfestival. Dus ik weet er ondertussen alles van. Toevallig weet ik niet waar het gehouden wordt, maar ik weet er verder alles van. Turijn. In Turijn? Ja. Oh, arm Turijn. Ja. Nou, ik geloof dat de Oekraïne ging vaste prik winnen, begreep ik. Ja, maar dat is waarschijnlijk wat medelijden. Ja, natuurlijk. Net zo goed als de Nobelprijzen ook... op politieke en vaak weinig relevante gronden toegekend worden. Of althans, op politieke gronden toegekend worden. Ja. Heb je trouwens nog gehoord hoe dat nou met NRC zit? Want daar kregen we best wel veel reacties nog over in de mail. Van mensen die zeiden die avondbezorging is helemaal afgeschaft. En daar is ook een mail over. Het interessante was dat bij mij de avondbezorging al 2 weken was afgeschaft. Terwijl de ochtendbezorging nog niet was begonnen. Dus ik heb 2 weken geen krant gekregen. Oh, daar had het mee te maken, ja. Ja. Nou, waarom niet? Dat blijft een vrij raadselachtige zaak. Excuses hebben wij niet ontvangen. De gemiste exemplaren hebben we ook niet ontvangen. Dus je begrijpt dat ik 2 weken heb ik rondgetast in de mist van het wereldgebeuren. Ongeleid door deze voortreffelijke krant. Maar nu ligt die 's ochtends inderdaad, als ik opsta, dat is sowieso pas 11:00, ligt die op de mat. Waardoor ik altijd, tot nu toe heb ik elke dag gedacht, hey, de krant van gisteren ligt er nog, maar dat is niet zo. Het is de krant van vandaag. Ik heb toch moeite om dan om 12:00 te beginnen aan het lezen van de krant. Ja, dat is allemaal gewoonte. Allemaal gewoontegevoelens. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Ik had liever gehad dat het een avondblad was gebleven. Maar zoals iedereen natuurlijk direct zei, van waarom dan lees je 's avonds toch?
Ja. Maakt niet uit. De krant moet het natuurlijk toch niet hebben van de hete actualiteit. Want dat zie je wel op het scherm of op je computer. Ja. De krant moet het hebben van achtergrondinformatie. Ja. Wat is er redelijk in functioneren. Arme Willem-Alexander, arme tunnel. Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.